Dag, Omi. Serieus? Een selfie? Raufie. Ik ben influencer en over een maand heb ik 1 miljoen volgers. Mam, wat ga je eigenlijk met die urn doen? We kunnen haar naar huis brengen. We gaan Omi uitstrooien op Bali. Het zou wel goed zijn, hè, om iets met z'n drietjes te doen. Hier op Bali zie je het spirituele overal terug. Je bent op het eiland waar je oma is opgegroeid. Ben je alleen maar bezig met je volgers? Ik begrijp jou echt niet, Davy. Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom. Zo gek is dat niet. In die urn zit mijn as. Ik zit in je hoofd. Dus even kijken wat een single vrouw... Met haar moeder en zus. Met haar moeder en zus nodig heeft. Jani! Is bij de tempel nu hier? Een soort magie. Magisch. Mam, je hoeft je echt niet op de eerste, de beste gladde man te storten, hoor. Je bent totaal out of touch. Ben jij een tourgids of ben jij een levenscoach? Hm? Dat zie je wel aan het einde van je reis. Toch ook voor mij ergens een plek zijn. Dus je kunt gewoon genieten in het moment. Waar ze begrijpen wie ik ben. Wat denk jij dat ik nodig heb? Een half jaar helemaal niks doen. Maar misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik zou er niet op rekenen. Ik reken alleen op mijn karma. Alles wat je vroeger niet kon zien. Geeft je nu het allermooiste wel misschien. Iedereen in onze familie is ongelukkig in de liefde. Je weet wat hebben we afgesproken, hè? Of toeristen. Maar dit is anders. Dit voelt anders. Camel Toe. Opnieuw. Camel Toe? Niet alle leed van je voorouders te dragen. Iedereen verdient een grote liefde, toch? Verliefd op wat ik zie, verliefd op jou. En verliefd op Bali. Ik vroeg nog of jullie mee mochten, maar pas niet op zijn scooter. En de auto staat boven. Verliefd op Bali.